scootertje. Daarvoor. Lopen te voet verder. Ik zie de Mali Single op mijn navigatie. Mali Single, dat is hier een beetje rechtdoor. Rust, rust. Ik ga die hier uit. Als jij daar rechtdoor rijdt en dan eromheen. Ja, nee, gehoord. Ik loop even met de hondengeleider het parkje door. Oké, nu gaat het parkje. Ja, de chef heeft gereden. Dan de MB4 geen weg. Ik ga ervan uit dat dat zo gaat gebeuren. De MB4 heeft het niet. Ik weet niet zeker dat het niet een van de opties. Die hondengeleider die heeft niks, hij doet nog een rondje extra, maar ja. We zijn 44-21. Hondengeleider doet nog wel een rondje extra, maar tot dusver is het negatief hier. Er is toevallig iemand op lijst met een busje, dan halen we het meteen die scooter hier weg. Ik rij om, ik zie helemaal niemand meer en Tobias, ja. Ziet hem net wat die gozer in de passage daar. Maar ik ben niet degene die
Goedenavond. Waarschijnlijk ken je mij niet meer. Wat? Ja, ik heb toen een achtervolging achter jou gehad met scooter. Ik zat met een motor achter je aan. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Met de scooter ging ik herinneren. Oké. Ja, eventjes een formaliteit. Ik had het klaarstaan, maar ik denk als ik toch in dienst ben, ga ik het meteen aan je vragen. Je hoeft niet te antwoorden, hè? En je mag je advocaat bellen. Maar wil je iets over die verkeersovertredingen verklaren? Die allemaal hebben gaan. Negeren stopteken. Dat soort dingen. Oké. Kan ik nou zien als geen verklaring of wil je dat ik dat erbij zet? Geen verklaring.